Op de jaarlijkse Nationale Ruitendag lieten de korpsen die een bereden brigade hadden hun reevaardigheden zien die door een jury werden beoordeeld. Dit keer gebeurt dat op Woudestein in Rotterdam. Het begint met een intocht en parade van de deelnemers, met het muziekkorps van de Rotterdamse politie, Hermandad, voorop. Paarden werden ook toen al gebruikt voor het beteugelen van baldadige jeugd, het optreden bij de demonstraties en het begeleiden van koninklijke bezoeken. De politieruiters moesten dus over een grote beheersing van hun paarden beschikken. Daarvoor oefende men verschillende rijdisciplines, zoals het galop, de carousel en het springen over hindernissen. En ter extra vermaak van het publiek zien we een soort wedstrijd waarbij een pop met paard en ruiter naar een bepaalde plek gebracht moest worden. De toenmalige hoofdcommissaris Sirix realiseerde zich echter dat paarden ook verzorging nodig hadden en dus geld kosten op de momenten dat ze niet gebruikt werden en daarom beter vervangen konden worden door auto's. Hij kocht daarom 8 Renaults. Zo kon men hier ook de eerste Rotterdamse politieauto aan het publiek tonen, een Renault CV30NN. Het was de goedkoopste versie van dat model dat van 1923 tot 1930 bij de politie in gebruik is geweest. Dit filmpje moet dus in die periode zijn opgenomen.